8, 9 maanden. Heeft hij chemo gehad. En binnen 2 weken hoopt hij te horen dat hij helemaal schoon is. En dit is een mooi moment voor hem. Voor Devin Plank. Na alles wat hij heeft meegemaakt de afgelopen maanden. Zijn terugkeer op de voetbalvelden. En daar is een mooie erehaag gemaakt door de spelers van Excelsior Maassluis. De spelers van Ajax. De knuffel voor Devin Plank. Omdat die hele groep de afgelopen tijd zo enorm heeft meegeleefd met Plank. Als je van zo dichtbij ziet hoe zo'n jonge gast het zo zwaar heeft gehad. Zo moeilijk heeft gehad. En nu weer terug op het veld. En inderdaad over een paar weken mag hij terug naar het ziekenhuis. Om te horen of hij inderdaad schoon is.